Hey daar, dit is Sander met een Eurogamer Benelux nieuws update. Ik wil het even met jullie hebben over de laatste Call of Duty Black Ops 4 trailer. De nieuwe trailer laat niet alleen zien hoe vreselijk vet de graphics van de game worden. Even serieus, check die gezichtsuitdrukkingen. We krijgen namelijk ook een hint van verschillende specialists die je kunt spelen. En welke spelmodi we kunnen verwachten, zoals Zone Control en Bomb Defusal. En dat alles op 6 verschillende multiplayer maps. Belangrijker is misschien wel wanneer de beta start. En dat is vanaf 3 augustus om 7 uur 's avonds op de PlayStation 4. Die beta-periode loopt tot 6 augustus om dezelfde tijd. Xbox-spelers kunnen in het tweede weekend meedoen op 10 augustus om 7 uur tot en met 13 augustus ook om 7 uur. De PC-spelers mogen vanaf 11 augustus meedoen. Goed nieuws, hoewel de PC-spelers wel een klein beetje achtergesteld worden, maar dat is nog niet alles. De trailer eindigt namelijk met nieuwe gameplaybeelden van Blackout, de Battle Royale-modus in Cold Blobs 4. Even in het kort zien we verschillende outfits, helikopters en ATV's en natuurlijk bekend wapentuig, maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat er een Black Ops Blackout beta komt. Dat zijn veel te veel B's. De beta start in september en hoewel we nog geen exact schema hebben, kun je erop rekenen dat als wij het weten, jullie op de hoogte gehouden worden. Dit was de Eurogamer Benelux nieuwsupdate. Voor meer informatie over Call of Duty Black Ops 4, abonneer je op ons kanaal en kijk je op Eurogamer.nl. Tot later!